Woensdag en donderdag is de NAVO-top in Brussel en onze parlementair verslaggever Avi volgt deze top op de voet natuurlijk. Avi, waar gaan de bondgenoten het over hebben? Ja, deze top staat onder hoogspanning. Het is alweer een jaar geleden dat Trump zijn visie op de NAVO bekend maakte. Het komt er eigenlijk kort gezegd op neer, Amerika betaalt veel te veel en de andere bondgenoten betalen veel te weinig. Ja, volgens mij denkt hij hier nog steeds over. Ja, dat klopt. Hij stuurde aan de vooravond van de top de volgende tweet. NATO countries must pay more, the United States must pay less. Very unfair. Ja, ik zie een hele hoop hoofdletters. Ja. Ja, dat kennen we wel van hem natuurlijk. Ja, klopt. Maar hoe zit dat eigenlijk? Hè? Welk deel betaalt de Verenigde Staten en wat betalen de andere bondgenoten? Nou ja, kijk, Trump is niet de eerste Amerikaanse president die erover geklaagd heeft dat de andere bondgenoten te weinig bijdragen. Daarom in 2014 is er toen ook afgesproken in Wales dat er 2% van het bruto binnenlands product moet gaan naar defensie. Dat is ongeveer berekend aan de hand van de grootte van de economie. Mm-hmm. Sindsdien is de weg op zich wel naar boven ingezet. Zijn er wel een aantal landen die voldoen aan die norm, maar lang nog niet allemaal. Doet Nederland bijvoorbeeld aan de norm? Nee, Nederland voldoet niet aan de norm. Er is weliswaar meer geïnvesteerd, 5 miljard. Maar we zitten nog ver onder het gemiddelde. Het gemiddelde is 1,47%. Nederland zit op 1,35%. Ja. En de VS die zit op 3,5%. Ja, dat is echt een groot verschil natuurlijk. Ja, dat is een redelijk groot verschil. Maar ik moet daarbij wel zeggen, dus de weg naar boven sinds 2014 is al wel ingezet. Dat was eigenlijk ook al voor Trump. En Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, maakte onlangs bekend dat nu 8 landen voldoen aan die norm. Ja, en hoe wordt er dan een beetje gereageerd als Trump zulke ferme taal gebruikt? Ja, goed, ik zei net dus al, hij is niet de eerste president die dat op die manier gezegd heeft. Maar het is wel de manier waarop hij dat zegt en de toon die hij aanslaat, die wel voor toch wel een hoop irritatie zorgt bij de verschillende bondgenoten. Zo heeft Donald Tusk, de EU-president, ook gezegd, ja, je moet niet vergeten, Europa en Amerika, dat zijn sinds jaar en dag hele goede vrienden van elkaar en bondgenoten. En Tusk heeft ook gezegd, ja, je moet niet vergeten, toen het 9-11 was met de oorlog tegen terrorisme, stond Europa ook klaar om Amerika te helpen. Dus ja, er is frictie. Ja, dat is zeker waar. En wat eigenlijk dus zeg maar nieuw is, is toch wel die toon die hij aanslaat. En je moet ook niet vergeten dat hij nu ook de handelsoorlog gekoppeld heeft aan de top die aanstaande is. Ja, want voordat hij in het vliegtuig stapte naar Brussel, heeft hij daar nog iets over gezegd op het vliegveld. Ja, klopt. We do have a lot of allies, but we cannot be taken advantage of. We're being taken advantage of by the European Union. We lost $151 billion last year on trade. And on top of that, we spend at least 70% for NATO. And frankly, it helps them a lot more than it helps us. So we'll see what happens. We have a long, beautiful week. Dat zijn sterke woorden eigenlijk, hè? Dat kan nog heel wat betekenen. Ja, het is ook gewoon een inzet voor de onderhandelingen. Hij vindt dat Europa de Amerikaanse economie uitknijpt, de EU als economisch blok. Dus hij wil dat nu gaan koppelen aan die NAVO-norm. Hij zegt bijvoorbeeld landen als Duitsland, die hebben een enorme economie. Die profiteren dus van de handel met Amerika. Maar ze geven niet genoeg uit voor defensie. Dus hij zegt eigenlijk, mijn militairen moeten opdraaien voor de verdediging van Europa. Dus goed, dat zal een onderhandelingsspel worden. Gaan we dat dan zien ook woensdag en donderdag in Brussel? Ja, de uitkomst zal, de bondgenoten zullen niet opeens die 2% norm gaan halen. Bijvoorbeeld landen als Duitsland, maar ook wij als Nederland zullen zeggen, het gaat er niet om hoeveel geld je gaat investeren. Het gaat er ook om uiteindelijk om wat je bijdraagt aan missies en wat je effectief doet. En ze zullen er allemaal op wijzen dat de weg naar boven is ingezet. Iedereen weet na de annexatie van de Krim, MH17 en ook de instabiliteit in Midden-Oosten en Noord-Afrika, dat beseffen ze echt wel ingedaald dat er nu meer gedaan moet worden aan defensie. Dus ik denk dat je iets in die trant in de uitkomst moet verwachten. Goed, dankjewel Avi. Het laatste nieuws over deze NAVO-top vind je natuurlijk op nu.nl.